Marieke Kessels is verbonden aan Infoland. Dat is een partij die innovatieve software maakt en in de markt zet. En de visie die zij heel graag aan jullie wil presenteren gaat over veiligheid, bewustzijn en de relatie met die informele leider. Waar Job ook al een vraag over kreeg aan tafel, wat ik ook voorgelegd heb aan Ronnie van Diemen. Hoe zit het met die informele leiders? Een deel van de mensen is informele leider binnen je organisatie. En wat kunnen zij nou doen om bij te dragen aan risicodenken? Nou, Marieke Kessels, voor haar pitch tijdens onze lunch vanuit huis. Ga je gang. So last year, 213 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's my family. So now what do you think would be a more acceptable number? Zero. Wat mij betreft erg indrukwekkend en toont precies datgene waar het in ieder geval in mijn pitch, maar ook al vaker vandaag over gaat, dat veiligheid begint bij bewustzijn. En het mooie is dat we dat bewustzijn kunnen gaan aanwakkeren. Mijn naam is Marieke Kessels, zoals zojuist gezegd, algemeen directeur bij Infoland, gepromoveerd op het onderwerp veiligheidsmanagement. En ik ga jullie in de komende paar minuten wat handvatten geven om dat risicobewustzijn aan te wakkeren, gebaseerd op sociale wetenschappen en menselijk gedrag. Een gebrek aan veiligheidsbewustzijn zorgt ervoor dat je risico's niet herkent of dat je risicovol gedrag gaat vertonen. En beide aspecten zijn natuurlijk zaken die we niet graag willen zien. Als we dan kijken naar risico- of veiligheidsbewustzijn, wat is er nou voor nodig in essentie om dat aan te wakkeren? En Daan had het daar vanochtend ook al in meer of mindere mate over. Dan gaat het om zaken als kennis. Je moet weten wat er nodig is om het goed te doen. Om commitment. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om dat te willen doen. Maar je moet het ook kunnen. In het Engels de ability hebben om daadwerkelijk het juiste en veilige gedrag te vertonen. Ik zei het daarnet al in mijn korte inleiding. Er zijn hele slimme, waardevolle inzichten uit de sociale wetenschappen die ons daarbij kunnen gaan helpen. Laten we eens gaan kijken wat die inzichten rondom het menselijk gedrag zijn. Ja, dan mogen we even door. Dat is even lastig op afstand. Mag nog even twee keer klikken, denk ik. Dan gaan we naar de volgende slide. Ja, perfect. We beginnen met een heel belangrijk inzicht in mijn optiek als het gaat om het vergroten van dat veiligheidsbewustzijn. Kuddegedrag namelijk. Wij mensen zijn, hoe vreemd en hoe cru het soms eenmaal klinkt, in de eerste plaats kuddedieren. En dat blijven we ook. Ook als het gaat om risico's en veiligheid. Naar de volgende slide. We kopiëren dus elkaars gedrag en handelen. En eigenlijk kunnen we daar helemaal niets aan doen. En dat wil ik graag illustreren aan de hand van de volgende slide. Hier zien jullie in 4 afbeeldingen samengevat, en ik ga dat even kort toelichten, een experiment uit het tv-programma Mindfuck. Aan de hand van dit experiment gaan we zien hoe krachtig dat effect van kuddegedrag is. Het experiment doet zich voor in een wachtkamer, daarmee toepasselijk voor het congres van vandaag, en werkt als volgt. Op de eerste afbeelding zie je dat er 6 mensen zijn gaan staan. En dat komt omdat deze mensen verteld is, voor het experiment starten, dat ze iedere keer als ze een belletje horen, moeten gaan staan. Je ziet 1 dame zitten met een roze trui aan, die weet van niets, die is niet vooraf geïnformeerd en blijft daarom dus zitten, zodra dat belletje gaat. Dat belletje gaat een aantal keren en de groep gaat telkens staan. En je ziet op de tweede afbeelding dat ook de dame met de roze trui, nogmaals, die van niets wist, uiteindelijk gaat staan zodra zij het belletje hoort. Ze gaat dus meedoen met de groep. Ik zei daarnet al dat de deelnemers in een wachtkamer zitten. Ze worden 1 voor 1 weggeroepen. Dat gebeurt meestal in een wachtkamer. Maar dat belletje blijft zo nu en dan klinken. De dame in de roze trui gaat zelfs dan gewoon nog staan, zoals je ziet op afbeelding 3.
Dus ze heeft het gedrag van de groep volledig overgenomen en is als het ware geconditioneerd door de groep. Meest extreme voorbeeld van kuddegedrag. Maar het gaat nog verder. Als er nieuwe mensen in de wachtkamer komen, die, laat ik dat vooropstellen, ook van niets weten, nemen zij ook het gedrag na verloop van tijd over. Dus ook zij gaan, net zoals de dame in de roze trui, staan zodra ze dat belletje horen. Dat zien we op de vierde en laatste afbeelding. Wat ik hier niet heb kunnen opnemen, maar wat ik wel graag even wil toelichten, is dat de deelnemers achteraf, als ze weet krijgen van het experiment, allemaal aangeven dat ze het gedrag eigenlijk heel vreemd vonden. Want waarom zou je toch iedere keer gaan staan als je een belletje hoort? Maar eigenlijk zonder erbij na te denken ook gingen staan. De kracht van kuddegedrag is dus enorm immens groot. De vraag is dan, en dan kunnen we naar de volgende slide, of we dit gedrag alleen maar zien in hele grote groepen, wanneer je daadwerkelijk kunt spreken van een kudde. Dat is niet het geval. Sociale wetenschappers gebruiken de twee termen social en behavioral contagion, sociale besmetting, besmetting als het gaat om gedrag, om het fenomeen te verklaren dat wij mensen onze overtuigingen, meningen en gedrag veranderen om daarmee in lijn te komen met de overtuigingen, meningen en gedrag van mensen om ons heen. Nou, ik heb twee sprekende voorbeelden denk ik op deze slide gezet. Lachen is daarvan een duidelijk voorbeeld, maar ook gapen. En daarbij kan het zelfs een 1-op-1 situatie betreffen. Applaudisseren is denk ik een ander heel krachtig voorbeeld van deze behavioral contagion. Kunnen we naar de volgende slide? Oké, we kunnen dus wel stellen dat we andermans gedrag kopiëren. In mijn optiek is dat heel relevant voor veiligheid. Uit verschillende studies blijkt namelijk dat ons eigen gedrag, als het gaat om het nemen van risico's, als het gaat om het al dan niet veilig handelen, wordt beïnvloed door onze omgeving. Wat gebeurt er dan in ons brein? Nou, het volgende. Er worden twee gebieden geactiveerd. In de eerste plaats die van observeren en leren. Waardoor we andermans gedrag zien, dat leren of observeren, daarvan leren en dat ook zelf gaan vertonen. Dus in ons doen gaan we doen wat we een ander zien doen. Anderzijds wordt het gebied in ons brein geactiveerd dat gelieerd is aan risico-inschattingen. Vinden we iets wel of niet veilig? Vinden we iets wel of niet een risico? Nou, ook dat gebied in de hersenen wordt geactiveerd en dat maakt dat we niet alleen gaan doen wat we een ander zien doen, maar dat we ook op eenzelfde manier gaan denken. Ook in ons oordeel over bepaalde situaties, of ze wel of niet veilig zijn, gaan we dezelfde inschattingen maken als de ander. Daarmee, kunnen we naar de volgende slide, is dat fenomeen van behavioral contagion direct het probleem, maar ook de oplossing als het gaat om risicobewustzijn. Wij mensen nemen dus risico's die qua niveau overeenkomen met het risiconiveau dat we anderen om ons heen zien nemen. En daarom is behavioral contagion het probleem en ook de oplossing. We worden immers door anderen beïnvloed in het nemen van risico's, het beoordelen van risico's, maar ook in het beheersen ervan. En daar ligt een stuk van de oplossing. Als we anderen dus maatregelen zien na het leven, dan zullen we sneller geneigd zijn dat zelf ook te doen. Dus daarmee kan dat fenomeen van behavioral contagion heel belangrijk zijn voor het vergroten van risicobewustzijn, maar ook voor het handelen, het veilig handelen in bepaalde situaties. Kunnen we naar de volgende slide? Ik heb jullie nu meer verteld over behavioral contagion, over het feit dat als we anderen om ons heen het goede, het juiste zien doen, zich veilig zien gedragen, dat we dat gedrag waarschijnlijk zullen gaan overnemen. Laten we eens kijken naar een ander belangrijk gegeven in organisaties, dat van informeel leiderschap. Laat ook dit diagram maar eens even in je opnemen. Bekijk die afbeelding maar eens goed en waarschijnlijk kun je wel een aantal parallellen trekken binnen je eigen organisatie. Zo'n informeel netwerk wat in iedere organisatie bestaat, is uitermate krachtig. De vraag is dan of jij de informele leiders in jouw organisatie kent. Want dat is belangrijk, daar ligt een sleutel om dat veiligheidsbewustzijn aan te wakkeren. Kunnen we naar de volgende slide? In iedere organisatie zijn namelijk binnen dat grote informele netwerk een klein aantal informele leiders. En dat is echt iets anders dan het formele gezag wat we natuurlijk ook in organisaties zien. Wat kenmerkt die informele leiders nu? Door hun vele relaties en krachtige relaties kunnen die informele leiders heel snel informatie ophalen en zijn ze in staat een verandering viraal te laten gaan. Dat noemen we het 5%-principe. 5% van de ambassadeurs, 5%
5% ambassadeurs binnen organisaties kunnen ervoor zorgen dat een verandering, een gedragsverandering, ineens heel groot wordt en doorheen de hele organisatie doorsijpelt. Dus als we deze informele leiders tot onze ambassadeurs kunnen maken als het gaat om het vergroten van patiëntveiligheid, dan kunnen we echt meters gaan maken. De volgende slide alsjeblieft. Tot slot, voor wat betreft de praktische voorbeelden van vandaag vanuit die sociale wetenschappen, is ook het delen van goede voorbeelden als het gaat om gedrag in risicovolle situaties belangrijk. En dat sluit denk ik goed aan bij het Safety 2-principe. Laten we nu bijvoorbeeld als we walkarounds doen over afdelingen of in ziekenhuizen of andere zorginstellingen, niet alleen stilstaan bij wat er niet goed gaat, maar juist ook de goede voorbeelden met elkaar delen. Als we die delen, als we die letterlijk in beeld brengen, dan kunnen we daar ook mee slagen maken. Dus tot slot, ik hoop jullie wat inspiratie en praktische handvatten te hebben gegeven. Mijn belangrijkste advies aan jullie is, zoek de safety champions in je organisatie. Laat de kracht van het informele netwerk en de kudde vervolgens voor je werken. Mocht je meer informatie willen over dit onderwerp, een aantal artikelen van mij hierover willen lezen, stuur me dan even een mailtje. En dan kan ik jullie altijd nog meer informatie bezorgen. Veel plezier nog vandaag allemaal. Goed zo, dankjewel. Marieke Kessels van Infoland, fantastisch om jouw verhaal te horen. Mooie presentatie. Je zit natuurlijk ook op ons platform, dus ik zou zeggen, mensen kunnen jou ook daar benaderen om in gesprek te gaan. Dankjewel, Marieke Kessels. Dankjewel alle pitchers die we tot nu toe hebben gehoord.